Hij doet het gewoon. We zitten er weer klaar voor. Tenminste, ik wel. Jacques nog niet helemaal. Ik moet even de auto weghalen. Oh ja, er staat nog een auto voor. Maar we gaan weer op pad. En we gaan richting België. Maar dan gaan we daarna linksaf. Richting Duitsland. We gaan richting de Eifel. En het is wel even geleden dat we daar geweest zijn. Normaal gingen we best regelmatig naartoe. Ja, met die overstromingen zijn we er een tijdje niet geweest. We weten niet hoe het nu is. Of het al opgeruimd is, ja of nee. En hoe erg het nog is. Maar we gaan het zien. En het is een paar uurtjes rijden voor ons. Nu kan het, want we hebben meer dagen. Nu kan het, want we hebben 6 dagjes vrij. Dus, jullie gaan ons volgen hopelijk. En op naar de heimat. Nou, even het autootje opzij halen. Dan kunnen we er vandoor. Nou, daar gaan we. Daar staat hij, de camping. Als je het kan zien. Als je het kan zien. We gaan wandelen, maar het is mistig. We staan hier op de Wanderparkplat. Je kan verder, als je daar vooraan staat, kan je ook stroom pakken. 1 euro per kilowatt. Nou, wij staan lekker een beetje achterin, heb je minder geluid van de weg. We gaan een stukje wandelen, maar ik denk niet dat we veel gaan zien. Nee, mist. Mist. We gaan de mist in. Maar goed, het is 3 graden, dus het is ook wel lekker fris. Nou, het is best mooi hier. Maar wat is het koud. Hallo? Hoi. Koud. Ja. En het gaat 35% naar beneden, geloof ik. Dus we moeten straks ook weer terug. Ja, het is wel mooi. Hé, hey, koetjes. Hoe is het? Ze houden ons goed in de gaten. Zeker mazzeltje. Alles tegen. Alles en nog wat. Ik zie geen rood jasje aan doen. Er zitten ook jonkies, maar die zitten mooi even verscholen. Geen hele andere keer, maar ik weet niet wat het zijn. Iets van runderen, hekrunderen, geen idee. Weet jij wat het zijn? Heb jij er verstand van? Zet het in de commentaar, want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Het zijn in ieder geval flinke jongens. Nou, we lopen het bos in. En het is wel
pittige kolletjes. En dan kwam Jacques met de wijde hand opmerking. Wat had je voor opmerking? Kunnen we ook nog terug. Dat het zo meteen donker wordt. Oh ja, dat ook, ja. Hadden we even niet over nagedacht, tenminste ik niet. Het is nu, wat zei je nou? 10:04. 10:04. Dus, nou ja. Hopen dat we voor het donker thuis zijn. We zien het wel. Nog heel gaaf met die mist. Hoe gaat het? Huh? Hoe gaat het? Bij mij gaat het goed, met jou? Redden we het nog, wordt donker. Ja. Huis. Kijk eens, mooie kleuren. Het is jammer dat het mistig is hoor. Maar in het bos valt het wel mee. We hebben toch nog ons huis gevonden. Een huis gevonden jongens, we wilden altijd al een huis in de bossen. Ja, hier is die. Kijk. Klein café, denk ik. Het is wel een schouwhuisje. Ja, cool. Gaan we even kijken. Kom je daar? Florian heeft niet. Ah, kijk eens, ons huis in de bossen. De Florian hut. Florian, hier kun je wild spotten. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. We hebben redelijk geslapen. Niet voor qua geluid of zo hoor, maar soms slaap je wel eens wat minder. En vandaag was zo'n dag, maar dat maakt niet uit. Nou, staat Knausje nog. We hebben nu iets meer beeld dan gisteren. Het is nog steeds heilig. Maar dat hebben we gisteren allemaal niet kunnen zien. Nou, prima plekje. Ja, je hoort wat verkeer hier voorbij rijden. Het is een gratis plek. Dus moet je niet te veel zeuren, vind ik. Maar goed. Je kunt hier stroom pakken. Ik zal even wat doordraaien. Daar achter die bomen kun je stroom pakken. En dat kost 1 euro per kilowatt. Dus dat valt eigenlijk ook, nou ja, valt mee. Eigenlijk is dat best wel veel, zit ik te denken. We hadden gelezen op Campercontact 1 euro per 24 uur. Ik denk zo, dat is goedkoop. Maar het is dus per kilowatt. Maar goed, wij hebben het niet nodig. Wij staan lekker achterin. Zo ver mogelijk van de weg weg. En er staan nu ook containers. En een soort gemeentewerf. Dus gisteren waren de hele dag auto's aan het puin aan het wegbrengen en bladeren. En net is de eerste container opgehaald. Dus misschien is dat maar één dag in de week. Dat durf ik echt niet te zeggen. Mutsje op. Het was 2 graden vannacht. Tenminste vanmorgen. Dus vrij fris. Nou, weet ik niet precies wat we vandaag gaan doen. Of we hier blijven. Of dan we een stukje door gaan rijden. Ik denk, Monschau ligt hier op een kilometer of 10. Dus ik denk dat we daar met de camper even heen gaan rijden. En dan zien we wel weer verder. Dus, dat was eigenlijk even een beetje deze parkeerplaats in Roren. De sitecode, daar komt hij. Kijk eens. Daar staat hij. Nou, prima plekje als je van wandelen houdt. En er zit hier trouwens ook een lange lauwe loipe. Ja, heb je nou nog niet zo heel erg veel aan. Maar die begint dus... Even kijken hoor. Daar staat het bord, daar staat het bord. Hij begint te langlaufloipen. Dus als je van langlauf houdt, prima. En zoals je ziet zit de winterhoest er ook weer op. Ja, we komen langzaam weer in de periode dat we die nodig hebben. Super blij mee. Nou ja, winterhoest, ik heb geen aandelen. Maar RV Masters in Zweden staat hier onderin. Nee. Zo. Dus... Maar goed, we gaan even lekker ontbijten en dan gaan we pleiten. Daar zijn we weer. Nou ligt hier vlakbij ook een geocache. Dus dan gaan we even kijken, of we die kunnen vinden. En dat moet daar zijn. Maar ja, er komen nou in één keer weer steeds meer auto's. Altijd als ik die dingen wil gaan zoeken, wordt het druk.
Maar we gaan even kijken of we wat kunnen vinden. Nou, we hebben de geocache gevonden. En dan heb ik iets gedaan wat je eigenlijk niet moet doen. Ik heb hem meegenomen. Maar we staan, nou ja, wat zal het zijn, 15 meter van de dinges af, van de cache, van de plek. Maar kan ik jullie eens laten zien, zonder dat ik laat zien waar die zit. Hoe dat nou soms eruit ziet. Nou, dit is er bijvoorbeeld één. Met twee magneetjes. En die zit dan, deze zat dan op een plek waar iets, maar ja, iets van ijzer, zeg maar. Kijk. En dan zit er een soort logboekje in. Nou, een logboekje, daar zet je je naam in. En dan plaats je hem weer terug. Waar je hem gevonden hebt. En uiteraard doe je hem loggen via internet. Via de app Geocaching. Nou goed, dat ik heb een keer een video gemaakt waar we het uitleggen. Maar ja, we krijgen er nog veel vragen over. Dat is in ieder geval hoe iets verstopt kan zitten. Want het kan op allerlei manieren. Maar dit is toch wel een veel voorkomende. Nou goed, wij gaan zo meteen een lekker stukje rijden. Ik ga mijn naam even opschrijven. En dan gaan we weer pleiten. Dan hangen we hem natuurlijk ook weer terug, hè. Houdoe. Aanslag. Nou, we staan geparkeerd in Monschau, vlakbij Monschau, camperplaats. En ik zal coördinaten hier onderin zetten. Daar kan je voor 5 euro per nacht kan je staan. Nee, 7. 7? Ja. Oh. 7 euro. 7 euro was een dagticket. Ja, maar de nacht is 5 euro. Oh, okay. De nacht is 5 euro. Maar dan staan we aan een redelijke doorgaande weg. Dus dan kan je beter staan waar wij gisteren gestaan hebben. Daar sta je voor niks. En hier is nog een beetje herrie. We gaan even Monschau kijken of er nog wat te beleven is. Etalage gevonden. Kijk, die maakte ik vroeger ook allemaal, die bouwpakketten. Kijk, dat vind Dickie leuk. Ja, nou. Moet nog een winkel zijn met heel veel, dus misschien gaan we die nog ontdekken. Hoe is het? Goed hoor. Het is een hekhuis. Dringen. Nou, alles is weer geslossen. Maar niet alles. Ah, deze is een beetje gesloten. Ja. Nou goed, het is wel leuk om even die huizen te zien. Kijk, de vakwerkhuisjes. Ik vind het altijd wel heel gaaf. Het heeft toch wel wat. Een
beetje in elkaar. Tegen, dus voor degene die 822 kilometer. Die kant op. En er is er al een onderweg, kijk maar, die loopt er al. Een klein stukje. Ik ben niet zo van de kunst. En dit vind ik dan wel weer heel erg leuk. En dit is het plein. Het centrale plein. Oh, een leuk oud stadje. Oh, waar zit je? Een mooi ritje aan het maken. Het was door de Eifel. We hebben een mega parkeerplaats gevonden. Even lunchen. Anders dan zijn we een beetje laat om te lunchen. Maar hier loop je zo het bos in, kijk. Wat een rust hier. Helemaal super. Bronsveld. We zijn wel eerder geweest, maar heel leuk plekje. Klein stukje rijden en dan zijn we er alweer. Ik heb toen gewandeld trouwens. Nou, hier staan we op het oude spoorterrein, denk ik. Ik weet niet hoe het heet, maar... Daar staan we, 7 euro'tjes volgens mij. Je kunt hier prachtig wandelen. En dat gaan we ook doen. We gaan even kijken. Daar ergens naar boven. Kijken of we nog een geocache kunnen vinden. Dus... Nou, hier kun je heel goed wandelen, wat ik al zei. Wij hebben vorig jaar hier de paarse route gedaan. 11 kilometer. Maar hier begin je, tenminste hier sta je. En al die routes kan je doen. Nou, echt heel erg mooi. En wij gaan nu geen wandelroute doen. Wij gaan gewoon even een stukje freeliepen. Freeliepen? Wat is freeliepen nou? Freeliepen. Geen wees gehad, gaan we lekker freeliepen. Ja, freewielen wou ik zeggen. Nou ja, en dan lopen, freeliepen. Nou jongens, kom, gaan we lekker een stukje freeliepen. Nou. Nou. Nou, we zijn begonnen aan de wandel. Kijk, en we lopen hier. Op de oude spoorlijn. En kun je echt prachtig fietsen. En wandelen, dat had ik al 36 keer gezegd. Het is wel zo. Maar het is wel zo. Je kent hier echt ook heel mooie fietsen. We hebben hier ook een hele mooie fietsroute gedaan. En eigenlijk komen we altijd wel weer even op dit plekje terug als we hier in de buurt zijn. En het heet de Prümtal Radweg.
Eigenlijk een soort, noem het maar, een openluchtmuseum. Kijk, hier zie je allerlei dingen. Uit de spoortijd. Tot aan. Hele treinen aan toe. Kijk. Superleuk. We hebben van een klein kolletje gedaan. Maar we hebben er weer eentje gevonden. Leuk hier, hè, schat? Ja. He? Ja, heel leuk. We moesten een beetje klimmen. We gaan op zoek naar het gewone pad. En dan zakken we weer langzaam naar beneden. Goedemorgen. Dit was het weer. Onze eerste twee nachtjes zitten erop. Nou ja, dit is Pronsveld. Prima plekje, heerlijk geslapen. Niks gehoord vannacht. Het is hier echt heel erg stil. Nou, helemaal super. Wij gaan... we hebben eigenlijk nooit een plan. En nu hadden we ook geen plan. Dus we zijn richting de Eifel gegaan. En een beetje afgezakt. En nu gaan we richting Luxemburg. Het wordt weer heel anders dan dat we van tevoren bedacht hadden. We wilden eigenlijk naar Gemunt. Heb je een heel mooi schnitzelrestaurant. Maar ja, dat is natuurlijk met de overstroming. En zat ik gisteren te kijken. Dat is helemaal weggespoeld. Tenminste, helemaal weggespoeld. Maar die gaan pas in het voorjaar, volgend jaar weer open. Die zijn nog eens weer aan het opbouwen. Dus ja, dat gaat helaas niet door. Schnitzel eten. En dat is maar beter ook. Maar goed, we gaan dus richting Luxemburg. En het plekje weet ik al niet meer. Dat gaan jullie straks zien. Daar zijn we vorig jaar geweest. En ze noemden het volgens mij... Zwitserland van Luxemburg, zoiets geloof ik. En hele mooie rotsen, bergen. Dus dat vonden wij vorig jaar heel erg leuk. Dus vandaar dat we nog even terug gaan. Nou, wij gaan de laatste dingen opruimen. En dan gaan we er vandoor. Vond je deze aflevering leuk? Geef dan weer een duimpje. En hartstikke bedankt voor jullie duimpjes. En nou, als je nog niet geabonneerd bent, maar bijna iedereen is al geabonneerd. Maar mocht je nog iemand vinden die nog niet zo gek is om het te willen, maak hem dan abonnee. En hartstikke bedankt. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Wij gaan er vandoor. De mazzel!